Dag dames en heren, hartelijk welkom bij Verleiderscoop, het programma van Ede TV. We hebben voor u de volgende onderwerpen. Deze week werd bekend dat Dick Stellingwerf, bekend van de landelijke en de gemeentepolitiek, voorgedragen is als burgemeester van de gemeente Lemsterland. Onder strenge beveiligingsmaatregelen werd op dinsdag 15 januari in het gemeentehuis een informatiebijeenkomst gehouden over de islam. De tentoonstelling Booming Ede werd in december geopend in het Historisch Museum. We gaven hiervan al een korte impressie. In deze uitzending volgt een uitgebreide reportage. Een gesprek met voetballer Dennis van Meegdenburg over zijn vertrek van Bennekom naar Veenendaal. Maar we beginnen met de uitreiking van de Sport- en Cultuurpas. Voor de uitreiking van de Sport- en Cultuurpas op 11 januari in Cultura werden we verwelkomd met muziek. Sportservice Ede en de gemeente Ede heet ik u van harte welkom bij deze officiële aftrap van een unieke pas in Nederland. De Sport- en Cultuurpas, waarmee u vanaf aanstaande maandag korting kunt krijgen op diverse zaken wat betreft cultuur en sport. Maar daar ga ik later straks op in. Spelers van de toneelclub beelden uit wat de pers vermeld had over de pas en wat zij ermee konden doen. De Sport- en Cultuurpas is vooral bedoeld om deelname van de bevolking aan sport en cultuur te stimuleren. Sport en cultuur, een logische samenwerking. Men wil naar verbanden zoeken en ze versterken en zo de verbreding van het welzijn vergroten. Het participatiefonds van de gemeente wordt geïntegreerd in de Sport- en Cultuurpas, zodat de jeugd uit gezinnen met een minimuminkomen ook kunnen meedoen. De gemeente onderhoudt contacten met de sport- en cultuurwereld om alle mogelijkheden op dit terrein te vergroten. Kan toetreden tot wat men dan ook maar zou willen. Ik vind het heel belangrijk dat de jeugd daaraan kan deelnemen. Wij zijn natuurlijk als gemeente geen aanbieder van sport- en cultuuractiviteiten. Dus in die zin kunnen we geen kortingen geven. Maar we hebben wel heel veel contacten in de wereld van sport en cultuur. En we zullen ook alle instellingen waar we mee te maken hebben, alle verenigingen, stimuleren om deel te nemen aan deze sport- en cultuurpas. Ja, helemaal. En hij zit. Applaus. Vervolgens werden de eerste passen uitgereikt aan het jongste en oudste lid van de BIEB. Komt u even hierbij staan. En het jongste lid. Hallo. Zeg nog niet zoveel. Heel weinig. Hoe oud is die? Hij is 16 september geboren. 16 september en nu al lid van de bibliotheek? Binnen 3 weken was hij al lid. Ja. Hij leest al. Wij lezen voor. Jullie lezen voor. Ja. Als jongste lid, als oudste lid wil ik Mieke van der Sloot vragen om de pas te overhandigen en ook Guus Kuyt aan meneer Verschuyt. Ik heb Is dit sport of cultuur? Iedereen die het wilde, kon dat ervaren door deel te nemen aan de workshop onder leiding van Nouray Karabatsjak. Rechten in, uit. Ja. Beginnen we even opnieuw. 5, 6, 7, go. In, uit, in, uit, in,
top. Het 1 en 2 en 3 en 4 en 5 en 6 en 7 en 8 en. Voor meer informatie kunt u een folder halen bij Cultura. De pas die je oplaadt. Dick Stellingwerf, van harte proficiat met de voordracht. Het is nog niet helemaal officieel. Het is nog even wachten van de minister van Binnenlandse Zaken, denk ik, voor de officiële benoeming binnen is. Hè? Ja, dat klopt. Heel veel mensen die zeggen al gefeliciteerd met je burgemeesterschap, maar die formele stap moet nog wel gezet worden. Ja, je zegt formeel, het is eigenlijk een formaliteit. Ja, daar komt eigenlijk wel op neer. Zeker als de gemeenteraad een unaniem de voordracht heeft gedaan, dan hoef je daar geen zorgen over te maken. Het gaat per 1 april gebeuren, hè? Dus het is nog even wachten. Ja, maar dat gaat snel. 2 maanden is zo om, dus er moet nog heel veel voorbereid worden. Kennis maken alvast met een aantal lopende zaken. Dus ik denk dat ik die tijd wel hard nodig heb. Ja. Al kennis gemaakt met de gemeente? Ja, de dag nadat de gemeenteraad het besluit had genomen, is er een delegatie hier naar Ede gegaan. En ja, hebben we een heel gezellige avond even samen gehad. En nou, dan merk je al van, dat klikt heel goed. En die indruk had ik zelf ook al van de vertrouwenscommissie. Dat het klikte tussen ons. Ja. Al jarenlang in de politiek gezeten, lokale politiek, regionale politiek in de Provinciale Staten van Gelderland. De landelijke politiek, Tweede Kamerlid, eerst voor de RPF, later voor de ChristenUnie als ik het goed heb. Ja. En nu toch eigenlijk geen politiek meer. Je moet nu boven de politiek gaan staan. Ja, ja, maar dat is toch wel een uitdaging. En ik denk wel dat het ook op mijn lijf geschreven is om deze nieuwe verantwoordelijkheid zeg maar invulling te geven. Mm-hmm. In ieder geval is de link naar de lokale politiek er, zij het dan als voorzitter vooral. Maar het betekent ook dat je als burgemeester toch wel aanspreekbaar bent, ook voor de bevolking. En dat is voor mij altijd toch wel de drive geweest om in de lokale politiek actief te zijn, hè? De dienstbaarheid aan de bevolking. Ja. En die grote ervaring die je meeneemt tussen lokaal, regionaal, landelijk, heeft dat meegeteld, denk je? Ja, de voorzitter van de vertrouwenscommissie heeft dat ook in een interview voor de Omroep Friesland wel duidelijk gezegd van ja, hij heeft natuurlijk wel de nodige ervaring, een mooie ervaring, die ook in Friesland, denken zij, goed bruikbaar is en dat denk ik zelf ook. Ja. Er was ook een aspect in de profielschets, hè, dat ze zocht iemand die groepen en mensen aan elkaar kon verbinden. Bruggenbouwer. Een bruggenbouwer en ook iemand die een goed netwerk had. Ja. Nou, aan beide aspecten voldeed ik wel. Ja. Nu versta ik geen Fries, maar hoe komt het dan dat jij het wel verstaat? Nou, ik heb vroeger een jaar of 6 in Lemmer gewoond zelf. Dus dat is ook al een link waardoor ik geïnteresseerd was in Lemse land. Ja, welke leeftijd was dat? Toen was ik rond de 20 jaar. Ja, ja. Maar woonden jullie daar, je ouders of het gezin? Ja, mijn vader die werkte op het postkantoor daar. En wij woonden boven het postkantoor. Want dat zat dan beneden en wij daarboven. En daar hebben we hele goede jaren gehad. En als je prettige herinneringen hebt, dan is dat ook een reden te meer om hier op in te haken. Maar je bent er niet geboren? Nee, ik ben zelf in Utrecht geboren. Maar in die jaren heb ik bijvoorbeeld ook in Bolsward de lerarenopleiding gedaan. Nou ja, dan wortel je wel wat in Friesland. En mijn voorouders, opa en oma, die komen ook wel een beetje uit die regio. Ja. Lemsterland, want zo heet het officieel. Ja. Vertel er eens iets over. Nou, het is een natuurlijk een mooie gemeente, maar dat is niet alleen maar een cliché, maar dat is ook echt zo. Zuidwesthoek van Friesland, hè? Ja, maar meer midden-zuid, zeg maar. Het is eigenlijk de ingang, de toegangspoort naar Friesland. Eén en al water. Heel veel water. Het is de toegangspoort als je vanuit de Noordoostpolder Friesland binnenrijdt, dan kom je er altijd langs. Het is een 12.000 hectare groot, maar daarvan is een belangrijk deel water. Het Tjeukenmeer en het IJsselmeer liggen daar voor een deel, ook in de gemeente Lemsterland. Dus een toeristisch gebied? Heel veel toerisme, veel watersport. Mm-hmm. En dat bepaalt ook wel een beetje het karakter van Lemmer zelf vooral. Ja. Maar een van de plaatsen van Scoetjesiele, hè? Ja, Scoetjesiele die heeft zelfs 2 zeildagen in Lemmer, omdat er gewoon zo'n grote ruimte is op het IJsselmeer. Ja. Kun je zeilen? Ik kan niet zeilen. Ik heb er in die zin ook niet zoveel mee, maar ongetwijfeld dat daar een beetje gaat komen. Ja. Dorpje, geen stad dus? Nee, geen stad.
In die zin, kijk, ik heb wel gezegd, het is een beetje vergelijkbaar met Ede, een hoofdkern met een aantal buitendorpen en een groot agrarisch buitengebied. Nou, dat hebben ze in Lemsterland ook. Lemmer is de hoofdkern met een aantal buitendorpen en een groot open groen buitengebied. En ja, dat willen ze daar ook vooral zo houden. Ja. Zeg, je bent zelf van de ChristenUnie. Hoe is de politieke samenstelling van de gemeenteraad? Nou, het is een kleine gemeente, 13.000 inwoners. En de gemeenteraad is dus ook niet zo groot, 15 leden. Mm-hmm. En het is een opvallende samenstelling wel. Er zitten 4 partijen met 3 zetels in. CDA, PvdA, gemeentebelangen en de nieuwe communistische partij. En dan heb je nog 2 VVD'ers en 1 ChristenUnie, raadslid. Ja. Wel bijzonder, hè? Een burgemeester die lid is van de ChristenUnie. Ja, dat... Dus dat is zoveel, denk ik. Ook wel verrassend dat ik uiteindelijk bij het laatste tweetal zat en nou ja, definitief dan ook ben voorgedragen. Ja, dat was best verrassend. Maar ik had zelf toch wel hoop, juist ook omdat het zo verdeelde, in de goede zin van het woord, gemeenteraad was. Dat het ook niet helemaal was uitgesloten dat er een andere dan een van de grotere partijen een kans zou maken. Ja. Dus, ja. En dat is gebleken. Wanneer je nu ziet dat unaniem de vertrouwenscommissie mij heeft voorgedragen en de raad neemt het ook unaniem over. Dat moet je zelf ook goed doen dat er dus nu 100% gewoon, dat ze achter je staan, gewoon de volle 100%. Ja, dat is heel bemoedigend en gewoon ook heel goed. Mm-hmm. Een verdeeld advies, daar kun je ook nog burgemeester worden natuurlijk, maar het is natuurlijk veel mooier wanneer er sprake is van unanimiteit. Dat geeft aan dat men jou ziet zitten en dat men vertrouwen in je heeft en dat is goed. Die op 15 januari 2008 rond 3 uur 's middags het gemeentehuis binnen wilde gaan, moest door een detectiepoortje en langs stevige heren van de beveiliging. Vele haatmailtjes waren binnengekomen bij verschillende raadsleden naar aanleiding van het islamdebat in de raadzaal. Op de informatiebijeenkomst spraken 3 inleiders. Met een van hen, de heer Chippy, voorzitter van de Academica Islamica, hadden we het volgende gesprek. Meneer Chippy, doet u dat meer, dit soort bijeenkomsten? Ja, absoluut. Het is een onderdeel van mijn leven. Kennis overdragen en in die zin zeker kennis aan degenen die te maken hebben met de islam, met moslims. Ja. En dat gebeurt op verschillende plekken. Wat mij betreft is zelfs te weinig in Nederland. Nu hebben ze dit vandaag in Ede georganiseerd. Ja. Er is toch aardig wat commotie over geweest. Veel persberichten in alle kranten. Zelfs haatmail. Maakt u dat ook mee bij andere... Ja, ik moet u eerlijk zeggen, dat is zelfs voor dit onderwerp heel erg nieuw. Dat binnen gewoon een informatiesessie bij gemeenteraad, dat daar op die manier wordt gereageerd. Had ik niet verwacht. Ik heb het ook niet echt helemaal meegekregen. Ik heb het hier pas gehoord. Ja. Erg vreemd, maar heel erg jammer. Dat tekent toch wel een beetje de samenleving waarin we leven. Ja, inderdaad. Dus een zijbij. Ja, en die kloof hè, die er is. Word je scherper? Ja, als u het mij vraagt, ik wil niet een doemdenker zijn, maar die kloof is er en die wordt groter. Al hoop ik met zulke initiatieven en met andere geleiden dat die kloof juist minder wordt. Maar ja, al het gebeuren rondom de PVV en alles wat bij komt kijken, worden mensen tegenover elkaar gezet. Terwijl allemaal mensen zijn, allemaal burger van dit land. En in die zin, of we nou, ook al zijn we verschillend van elkaar, is juist alleen maar mooi. Ja. Zoals een tuin met verschillende bloemen is mooier dan een tuin, maar met één soort bloem. Een beetje triest zijn dat je door een poortje heen moet, hè? Ja, ik kwam binnen en ik schrok. Ik denk, waar ben ik terechtgekomen? Nooit gebeurd bij die andere bijeenkomst? Ja, maar dan zijn het meestal, het gebeurt heel weinig. Dan zijn het meestal om een bepaalde reden of een belangrijke gast of whatever. Maar nee, dat is niet aan de orde van de dag, nee. Verschillende raadsleden zeiden, nou, ik heb nieuwe dingen gehoord. Anderen zeiden, ja, dit wist ik al. Ik zou bijna zeggen, dat niveauverschil, dat is overal, hè? Ja, dat zal je blijven houden. Het gaat er vooral. Het is ook niet alleen een kwestie van ik ga meer weten. Natuurlijk, hè, ieder weet meer dan een ander. Of minder juist. Maar het gaat er vooral om dat je met elkaar in gesprek gaat. En dat je zorgen uit. Dat je met elkaar probeert te werken aan die leefbaarheid. En daardoor meer begrip. Daardoor meer begrip. Dat je elkaar inderdaad makkelijker kunt... Maar merkt u, ik onderbreek u even. Merkt u nou echt dat door uw informatie... aan de raadsleden bijvoorbeeld vandaag,
dat er uiteindelijk minder vooroordelen komen? Nou, het is wel te makkelijk om te zeggen van 1 plus 1 is 2 in deze. Maar dit draagt bij. Dit draagt absoluut bij. Ik krijg heel vaak reacties in het land waar ik kom dat mensen zeggen, oh, dat wist ik niet. Hey, wat gek. Oh, wat, weet je? Zoals Joris Luijendijk al in zijn boek al zei, het zijn net mensen. Heel vaak is dat beeld er dat mensen toch een beetje op afstand zijn. Eng, islam, geweld, et cetera. Terwijl wanneer men dichterbij komt, dat men tot de conclusie komt, ze zijn zoals wij. Ja. Dus in die zin begrijp je. En het gaat erom dat wij, hè, dat wij met z'n allen, dus niet wij en zij, blijft ontstaan. Ja. Laatste vraag, want u moet weer aan de slag straks. Er is in het Westen een enorme secularisering geweest, nog. En merkt u dat ook binnen de islamitische wereld? Hier in het Westen, hè? Als ik heel eerlijk mag zijn, zou je kunnen zeggen dat binnen de moslimgemeenschappen een beetje in de jaren 80 aanwezig was. Maar dat nu juist bij de jongeren helemaal niet zo is. Dat juist jongeren echt op zoek gaan naar de religie en juist religieuzer worden. Dus die secularisatie is in minder mate aanwezig bij moslimgemeenschappen dan wat we gewend zijn in het Westen. En wat zal er voor consequenties hebben? Nou, wat mij betreft is dat ieders keus. De consequentie is dat je misschien meer moslims zult krijgen. Maar voor de rest, wat voor consequenties zou dat moeten zijn? Wat mij betreft heel erg positief. De informatie over de stromingen binnen de islam bleef een beetje aan de oppervlakte. We maken een rondje langs enkele raadsleden. Bertram Deur, veilig door het detectiepoortje gekomen. Ja hoor. Het is wel bijzonder eigenlijk, hè? Ja, het is wel gek dat moet, ja. Niet dat u er doorheen gekomen bent, maar dat het er staat. Ja, dat is uit voorzorg toch gedaan. Ik denk dat op zich goed is. U ziet wel dat het allemaal heel rustig verloopt, maar het is misschien goed dat het gebeurd is. Nu hoor ik ook zo even iemand zeggen. Ik ga even naar Ida Bauma. Die zei, nou, eigenlijk was het niet zo verstandig om het in het raadhuis te doen. Misschien een meer neutrale locatie. Nee, dat vind ik niet, want het is een informatieve raadsvergadering en die hoort plaats te vinden in het gemeentehuis. Dus ik vind het een terechte plek, ja. Ook geschrokken toen je binnenkwam in het raadhuis? Nee hoor, ik vond het eigenlijk wel heel erg rustig. Ja. Ja. Maar je weet natuurlijk wel wat ik bedoel, geschrokken van de... Ja, het is natuurlijk een hele bijzondere binnenkomst dat je door een poortje moet. En toen ging het nog piepen ook, dus ik moest nog even vragen van is het eigenlijk wel goed? Ja hoor, dat hoorde erbij. Heb je nog nieuwe dingen gehoord? Want we hebben nu net drie mensen iets horen zeggen. Ik heb veel nieuwe dingen gehoord, ja, zeker. Bijvoorbeeld? Nou, al die verschillende stromingen en de verschillen daartussen bijvoorbeeld. Ik moet zeggen dat mijn kennis nog niet zo heel ver reikte. Dus wat dat betreft was het heel nuttig tot nu toe al. Ja, dan zeg je net iets, want er waren ook wat berichten. Zeggen, waarom kunnen de raadsleden niet zelf gewoon zich informeren in moskeeën enzovoort? Dat zou inderdaad kunnen. Maar ik denk dat het een hele mooie manier is om ook iedereen op dezelfde manier te informeren. Dat iedereen ook dezelfde informatie heeft. We weten dat het betrouwbare informatie is. Dus ik denk dat het heel nuttig is om het op deze manier te doen. Heel nuttig, zei de buurvrouw. Mee eens? Jazeker. Duidelijk verhaal. Goed overzicht. Niet te voorzichtig gebracht. Gewoon goede feiten en goede meningen. Ja, nee, ik mag dit wel. Maar nu kan het aantal onderwerpen eindeloos zijn dat je hier bij elkaar komt om jezelf te informeren en in samenwerken met de raadsleden en het college. Ja, maar ik denk dat we dat als raad juist bepalen waar we het over willen hebben. En dit was een van de onderwerpen die wij als raad naar voren hebben gebracht, dat heel goed dat college erop in is gegaan. Wie had eigenlijk het initiatief voor deze bijeenkomst? De raad zelf. Eind vorig jaar kwamen de berichten in de landelijke pers over Ede en over het salafisme. Toen bleek dat het woord salafisme bij ons veel onbekendheid had. En daar wilden wij het meerdere van weten. Dus we hebben vanuit de raad, het presidium, gezegd, zouden wij gewoon meer informatie over willen hebben. Ik ga even naar Erik Welts. De camera die kan me wel volgen. Vond je het een verrassing, Erik, dat er zoveel commotie was en zelfs berichtgeving in de landelijke pers hierover? Verrassing niet, maar wel jammer natuurlijk. Hè. Er wordt ook een beetje op gehamerd in de krant tot laatst ook een stukje over. Je had het net over de raadsleden die het stuk niet informeren. Ik vond het een belediging voor mijzelf en voor vele raadsleden, want die hebben zich wel geïnformeerd. Dat maakt zo'n verhaal, wat je ook hoort, ook wat makkelijker, bevattelijker. Het is niet allemaal nieuw voor je, je kunt het plaatsen. Dus... En wat je collega zei van de PvdA, ze zegt nou ja, ik heb wel nieuwe dingen gehoord. Jij ook? Nou... Echt nieuwe dingen niet, maar wel, je hoort nu waar je eigenlijk aandacht aan moet geven. Ik lees vrij veel hierover, maar je schat niet alles even goed op waarde. En dat door zo'n verhaal erbij, ja, kan.
Wat vind je van de ontwikkeling, zeg maar de zijwei-discussie die er volop is? Wat vind je van de ontwikkeling in Ede op dat terrein? Nou, ik denk dat we daar goed mee bezig zijn. We hebben goed contact met de verschillende organisaties. Ik denk dat het ook een statement is dat we er belangstelling voor hebben. We doen dat niet in een hoekje van kennen we niet. Open op instappen. En dat betekent niet dat je met alles mee eens bent en alles mee meegaat. Gewoon open informeren. Tot slot Bert, is het een start wat dit betreft, dus dit onderwerp betreft? Komt er nog een vervolg? Nou, sowieso komt er een vervolg, want ik denk dat we ook op bezoek gaan nog een keer bij de moslimgemeenschap. Zeker als de moskee wordt geopend. Dat is natuurlijk een hele lange geschiedenis geweest. Mm-hmm. Dus dan is het ook goed. En bij zeker elke partij doet dat. Die onderhoudt zijn contacten met de gemeenschappen in het algemeen in Ede. Niet alleen met de moslim, maar ook met andere gemeenschappen. En ik denk dat onze dure plicht is om dat te doen. En wat dat betreft is het onbekend, onbemind. Wij willen gewoon meer bekend zijn met, en niet met de ruggen naar elkaar toe, maar contact hebben met elkaar. En dat is helemaal niet ongewoon. Dat is gewoon een hele goede ontwikkeling dat we dat doen. Oké, bedankt jullie allemaal. Er zullen in 2008 nog 6 à 7 van deze bijeenkomsten zijn over diverse onderwerpen. In 1983, dus ook alweer, bijna 25 jaar geleden, kreeg Ede een echte schillenvrouw. Ze heette Dorien Wening. En de schillenvrouw van toen is, als ik het goed heb begrepen, hier nu ook aanwezig. Dorien, mag ik je vragen om hier naartoe te komen? Zullen wij samen de bel nog een keer laten rinkelen en daarmee de expositie voor geopend verklaren? Zullen we dat doen? Wil je iets vertellen over de samenwerking Open Universiteit, Teliac en het Historisch Museum? Nou, er zijn 6 tv-uitzendingen uit voortgekomen. Die zijn op tv ondertussen geweest. Op het materiaal wat ik samen met mijn collega Frank Inklaar heb gemaakt, hebben wij daar ook een openercursus op het gratis web van de Open Universiteit voor gemaakt. En dan ligt er zoveel werk en dan denk je van op een gegeven moment van hé, wat kan ik daar nog meer mee? En voor die openercursus hadden wij veel gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit Ede. En toen ben ik naar het Historisch Museum gegaan van hé, Ede zit nogal in die opener cursus. Er is van alles gebeurd in de jaren 70 en 80 in Ede. Is dat niet een leuk onderwerp voor een tentoonstelling? Ik ben heel tevreden. Als ik vandaag zie hoe het eruit ziet en ook hoe enthousiast mensen zijn, dan kan ik eigenlijk alleen maar heel tevreden zijn. Half Ede is de zolder op gegaan. Heel veel mensen wel, ja. Ja. En ook vrijwilligers van het museum. Dan zaten we soms van, oh, we hebben nog dit nodig en dat nodig. En dan zei iemand, oh, volgens mij heb ik nog wat op zolder. En dat is... Die sleutelhangers. Heeft mijn moeder geborduurd. En het was in die tijd dat de kinderen allemaal sleutelhangers spaarden. En een hele grote foto van ons als trouwstel. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Het is de eerste grote tentoonstelling sinds je hier aan het werk bent. Hoe bevalt die? Nou, geweldig. Moet ik echt zeggen, dankzij de inschakeling van professionele krachten. Want ik ben natuurlijk van huis uit geen conservator. Ik ben dit niet gewend. Maar omdat we veel subsidie hebben gekregen van diverse kanten, veel sponsorgeld, is het dan mogelijk om een professionele mensen in te schakelen. En dan krijg je een leuk, geweldig leuke resultaat. Deze tentoonstelling loopt tot maart 2008. Wat zijn de plannen voor de rest van 2008? Ja, we hebben het plan om daarna een tentoonstelling te maken over markante Edenaren. En dat kan dus markant zijn omdat je een groot industrieel bent of een belangrijk bestuurder. Maar ook omdat je bijvoorbeeld altijd op straat loopt. Dus die verschillende facetten willen we benadrukken. Maar goed, dat moet toch uitgewerkt worden hoor. Make him understand. The world on you depends. Kun je iets noemen wat specifiek voor Ede is als je naar die hele serie uitzendingen kijkt? Nou, wat Ede natuurlijk voor een deel gemeen heeft met anderen is die enorme groei.
Maar wat dan wel weer specifiek Edes is, is dat ondanks die groei hier bijvoorbeeld het confessionele element sterker is gebleven als in heel veel andere Nederlandse gemeentes. Bijvoorbeeld Edes, een gemeente waar de SGP haar stemmenaandeel na de oorlog altijd constant heeft weten te houden op zo'n 14-15%. Nou, de tentoonstelling Booming Ede heeft echt mijn verwachtingen overtroffen. Het leuke ervan is dat het om je eigen geschiedenis gaat, hè, de jaren 70 en 80, 20, 30 jaar geleden. Maar dat je het, vind eigenlijk dat iedereen die daar iets mee heeft, hè, dat die eigenlijk eventjes moet komen kijken. Het is ontzettend leuk om dat allemaal te zien. Veenendaler Dennis van Meegterburg kwam als 18-jarige voetballen bij Bennekom. Hij speelt er nu 16 seizoenen lang, speelde 350 wedstrijden en werd de topschutter aller tijden. Aan het eind van het seizoen gaat hij weg. Hij gaat spelen bij de Veenendaalse club GVVV. Een drama voor Bennekom? Dennis vindt van niet. Het is geen drama, dus... Kijk, het is voor jammer voor de club, maar... Dat vind je wel? Ja, dat vind ik nog steeds, ja. Ja. Je bent bijna helemaal opgegroeid, hè, met de club hier. Ja, ik ben, toen ik 18 was, ben ik hier begonnen, dus... Ja. En daarvoor? FC Wageningen 3 jaar gedaan, de jeugdopleiding. En daarvoor bij Unitas 48. Maar ja. Dat is, opleiding voetbal gehad? Ja, ik heb 3 jaar daar... mogen rondwandelen bij FC Wageningen tot aan het faillissement, ja. En toen al in de gedachte van, nou spits, dat is wel iets voor me? Ja, vanaf de jeugd heb ik eigenlijk al spitsen. Al moet ik zeggen, hier bij Bennekom heb ik de eerste 2 jaar achterin gelopen. Mm-hmm. Maar met enig succes, moet ik zeggen. Ja. Maar daarna ben ik spits geworden, ja. Hoeveel wedstrijden heb je gespeeld voor Bennekom? Rond de 350 nu. En hoeveel goals gemaakt? 170. Zo. Ja. Bijna 1 op 2? Bijna, ja. Ja. Maar je hebt het wel precies bijgehouden. Ja, als je dat is de laatste tijd in de krant en de media wordt er wel steeds bijgehouden. Dus dan houd je het zelf ook wel een beetje bij. Ja. Grote ervaring heeft Dennis opgedaan bij voetbalvereniging Bennekom. Hij ontwikkelt een groot gevoel voor doelpunten maken. Wat vindt hij eigenlijk van de club? Ja, vanaf het begin eigenlijk al heel warm en heel gemoedelijk. Gewoon echt een club naar je hart, zeg maar. Maar je bent Veenendaler. Ja, ik ben Veenendaler, maar ja, dat ligt... Ja, in principe maakt het niet zoveel uit. Maar... Nou, in Veenendaal zijn ook een paar hele goede clubs, toch? Ja, dat klopt, ja. En toch naar Bennekom. Ja, dat is op een keuze die je op 18-jarige leeftijd hebt gemaakt. En, toch... Maar die keuze heb je niet voor niks gemaakt? Nee, ik had er geen spijt van tot nu toe. Dus, Oké, maar op dat moment? Ja, op dat moment dan ga je kiezen voor een club waar je op dat moment het beste gevoel bij hebt. Ja. En, dus... maar dat gevoel dan, kun je er iets meer van zeggen? Ja, gewoon de eerste gesprekken die je bij een club hebt, die spreek je aan of die spreek je niet aan. Maar dat gevoel, wat is dat? Want dat hoor je vaak bij voetballers. Ja, ik voel me onmiddellijk thuis. Dat moet dan iets speciaals zijn. Ja, inderdaad. Maar ja, dat kun je niet zo 1, 2, 3 uitleggen. Maar... Probeer eens. Nou ja, gewoon de mensen al waar je mee in gesprek hebt. Je bent ergens welkom of je bent ergens niet welkom. De 18-jarige Dennis was niet gelijk spits. 18 jaar, dan kom je hier spelen. Was je gelijk al een van de spelers van het elftal? Nee, helemaal niet. Ik ben, in het eerste seizoen heb ik een half seizoen in het tweede elftal gespeeld. Uh-huh. Met af en toe een keer een invalbeurt in het eerste. Ja. En rond de winterstop heb ik eigenlijk in de basis gespeeld en sinds die tijd. Moet je je plek echt veroveren als speler? Als je zegt, nou, ik heb toch de ambitie om in ieder geval de beste te worden. Laat ik het zo maar even uitdrukken. Moet je dan ook echt je plek veroveren binnen zo'n elftal als je als 18-jarige binnenkomt? Ja, ik denk het wel. Vooral als ze hebben niet echt al op mij gerekend. De mensen, die komen toch als laatste persoon, word je aan de selectie toegevoegd. Ja, ik heb gewoon keihard geknokt en... Maar op 18-jarige leeftijd ben je natuurlijk nog niet, wat spelen betreft, volwassen. Wat techniek betreft, alles wat bij een spits hoort. Dus er is nog aardig wat gebeurd. Je hebt al die trainingen ben je blijven volgen. En heb je dan veel bijgeleerd in al die jaren? Ja, natuurlijk leer je van bij, maar niet alleen van trainers, maar ook van de spelers waar je mee samengevoetbald hebt. Mm-hmm.
Kijk, je hebt natuurlijk 3 jaar bij FC Wageningen op het hoogste niveau als jeugdspeler gespeeld. Dus dan ben je gewoon dagelijks bezig. Dus dan heb je aardig wat van geleerd. Ja. Maar hier de loop der jaren leer je ook. Prof is hij nooit geworden. Te weinig ambitie misschien? Hij kon naar Schotland. Maar zijn vrouw wilde niet. Toch is hij tevreden over het niveau van hoofdklasse B. Nou, op zich is dat een redelijk niveau, zeg maar. Ja, vooral de hoofdklasse B is gewoon een van de leukste hoofdklasses, denk ik. Ja. Ja. Zo? Nou, daar wint gewoon iedereen van. Je kan iedereen van iedereen winnen. Aha. Kijk, dus die vierde plaats van onder, dat is eigenlijk een beetje geflatteerd. Zou ook vierde plaats van boven kunnen zijn? Nou, dat wil ik nog niet zo zeggen, maar dat zou wel mogelijk kunnen zijn, ja. Waarom gaat hij eigenlijk weg? En zo plotseling? Dennis houdt zich op de vlakte. Nou, nee, ja, ik wil gewoon iets heel anders. Ik wil gewoon een keer een ander avontuur. Na 16 jaar Bennekom wil ik toch ergens anders een keer... Ander avontuur? Het blijft hetzelfde spelletje, toch? Ja, oké, hetzelfde spelletje, maar... Kijk, dit is Bennekom is een club... Beetje uitgekeken hier? Nou, niet uitgekeken, maar ik wil gewoon wat anders. Mm-hmm. Ja. En je denkt dat je die kans krijgt in de volgende club? Dat denk ik wel, ja. En wat zou dat anders dan kunnen zijn? Ja, dat moet nog blijken, dat weet ik nog niet. Mm-hmm. Kijk, het is voor mij om de hoek en het is... het is gewoon... Het moet blijken wat het voor mij nog is. Overal wordt hij geroemd als een goede spits. Ja, ik denk dat je een neusje voor de goal moet hebben. Het instinct dat je elke keer op de juiste plek komt te staan. Of... Ja, maar zo'n beetje de juiste plek, dat scheelt dan. Maar een neusje, maar goed. Dat hoor je overal natuurlijk. Ja, toch ietsje duidelijker nog. Ja, moet ik zeggen. Je bent een spits of je bent geen spits. Dat zie je zo. Dus, ja. Kun je niet leren? Nee, denk ik niet. Het moet gewoon in je zitten. Ja, het moet in je zitten, maar je kunt een hoop leren, maar bepaalde doelpunten maak je op het gevoel van echt spits zijn. Hoe lang denkt hij nog te spelen en hoe kijkt hij terug op de Bennekomse tijd? Bijna 34 en je gaat nu naar een nieuwe club. Hoe lang denk je nog te spelen? Als alles gewoon heel blijft, dan hoop ik nog 2 jaar of misschien 3 jaar, maar ik ga uit van 2 jaar nog. Verslaggever Aart Homoet voelt Wim Eickhout aan de tand over het vertrek van spits Dennis van Meegdenburg. Tussen de regels door klinkt teleurstelling van de technisch directeur. Aan het eind van dit voetbalseizoen vertrekt Dennis dus bij Bennekom. Een paar vragen aan de bestuurslid voetbaltechnische zaken, zoals dat zo mooi heet, Wim Eickhout. In de eerste plaats, is het een verrassing voor jullie of zagen jullie het aankomen? Nee, het was voor ons toch wel een verrassing. Dennis, er waren wel wat geruchten die eronder deden. Maar we hadden toch wel de stille hoop dat Dennis na 16 seizoenen bij ons zijn carrière zou afsluiten. En dat gaat dus nu anders. Ja. Meestal is een verrassing leuk, aardig. Ik kan me voorstellen als je je topspits verliest dat het niet leuk is. Heb jij opdracht gekregen van het bestuur om hem toch te behouden? Is er alsnog aan hem getrokken of hebben jullie gezegd, nou jongen, je gaat maar? Nee, Dennis heeft vorige week donderdag te kennen gegeven dat hij ons wil verlaten als een mededeling. Daar wilde hij ook verder niet over praten en daarvoor hebben wij ook niet met hem gesproken. En we hebben ook gezegd, ja, we respecteren zijn mening. En hij gaat elders zijn geluk zoeken. Nou, kan ik me voorstellen dat hij een nieuwe poging gaat wagen om bij GVV een stapje hoger te komen. Denk jij dat hij volgend jaar in die hoofdklasse ook echt in een beter team gaat voetballen? Ja, het is nu de tijd dat er nieuwe spelers worden aangekocht, her en der. Dus dat geldt ook voor GVV, geldt ook voor Bennekom. En uiteindelijk zal de volgende competitie uitwijzen wie daarin het beste naar voren zal komen. Nou, dat wachten we dan maar even rustig af. Er valt natuurlijk wel een gat. En je zegt al, het is nu al de tijd, en we zitten in januari, om al uit te kijken naar nieuwe spelers. Hebben jullie voldoende talent in de jeugd? Of moet je naar buiten, of misschien wel nog verder naar buiten, buiten de regio, om hem te vervangen? Want dat lijkt me een heel karwei. Ja, Dennis is natuurlijk een hele goede spits. Neusje voor doelpunten. Wij hebben binnen onze jeugd zeker wel wat jongens die er aankomen. Zijn er nog niet. Dus wij zullen toch op zoek gaan naar versterking in de spits. Dat zal wellicht een wat geroutineerde speler zijn. En daar zijn we al gelijk maar mee begonnen. Dus onze zoektocht is nu gaande. En een laatste vraag.
Het is pas kort dag dat het bekend is, maar er zal best in ieder geval informeel op gereageerd zijn door de spelers van de selectie. Hoe reageerden die? Hebben die gezegd van nou ja, zo gaat het nou eenmaal, waren ze teleurgesteld? Hoe zit dat op het ogenblik? Ja, het is verschillend. Er zijn jongens die begrijpen het. Hij wil een ander avontuur na 16 jaar. Dat is ook zijn verhaal. Hij wil toch eens kijken in de keuken van een andere vereniging. En de meesten hebben hem succes gewenst. En aan de andere kant, hij mag er nog een stuk of 7 aan inschieten voor ons. En dan laten wij hem ook gaan. Tot zover Valleidoscoop. Reacties kunt u mailen naar valleidoscoop@edetv.nl. Bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.